Goedemiddag en hartelijk welkom bij deze rechtstreekse uitzending vanuit de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam voor het zondagmiddagconcert. Op de achtergrond hoorde u het applaus. Dat was voor de leden van het Nederlands Kamerkoor die inmiddels hun plek hier in de grote zaal hebben ingenomen. Leden van het Koninklijk Concertgebouworkest zit al klaar voor zometeen de kantate 150, Nacht die herverlangend mich van Johann Sebastian Bach. Een kantate met een beruchte fagotpartij erin. Er zit maar één blazersolist in en dat is een fagot. En men weet niet precies wanneer deze kantate ontstaan is, maar waarschijnlijk is dat in het begin van de carrière van Bach toen hij nog in Arnstad was. En had Bach in die tijd niet zulke goede mensen tot zijn beschikking. Hoogtepunt is het laatste deel van het werk. Gebouwd op een chaconne, daar vertel ik zo meteen meer op. Want nu komt de dirigent op, Daniel Harding. Schudt concertmeester Vesco Eskenazi de hand. En hij gaat zo meteen beginnen aan deze cantate 150, Nacht die herverlangend mich van Johann Sebastian Bach.
Thank you.
Kantate nummer 150 van Johann Sebastian Bach, Nach dir Herr verlanget mich. Vanmiddag hier rechtstreeks in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam door leden van het Koninklijk Concertgebouw Orkest en het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Daniel Harding. Met kleine solistische bijdragen van alt, Karin van der Poel, tenor, William Knight, bas, Kees-Jan de Koning en een mooie fraaie sopraansolo van Judith van Wanrooy, die hiermee en passant ook haar debuut maakte bij het orkest. De leden van het orkest die gaan nu het podium verlaten, want het volgende stuk is een motet van Bach.
Dat gaat zometeen uitgevoerd worden door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Daniel Harding. Orgeltje zal zometeen wel meedoen om te stemmen. En voor de kleine continue begeleiding. Het ziet er heel vrij uit hier op het podium van het Concertgebouw. Er zijn wat kinderen van het Leerorkest en van de Zweling Academie. Echt hele kleine wurmpjes. Die zitten in een halve cirkel op het podium. En dat geeft een heel erg leuk gezicht, want ze hebben allemaal gifgroene shirtjes aan. En dat ziet er heel erg vrolijk uit bij dit concert vanmiddag. Ze blijven overigens alleen bij Bach. Daniel Harding heeft plaatsgenomen. En we gaan luisteren naar het motet Jesu meine Freunde, de Bachs werken, indeling 227. Thank you.
Thank you.
Jesu, meine Freude. Motet gebaseerd op het gelijknamige koraal. In de zetting van Johann Sebastian Bach. Hier vanmiddag bij het zondagmiddagconcert door leden van het Nederlands Kamerkoor. Onder leiding van Daniel Harding. Een medewerking overigens van organist en klavicinist Menno van Delft. Die zowel het continuum verzorgde in het motet als eerder ook te horen was in de cantate die uitgevoerd werd. En daar zie ik dat Helene Koele, een van de sopranen uit het Nederlands Kamerkoor, speciaal een handje krijgt van Daniel Harding om te bedanken. Ja, die had inderdaad een klein, mooi, vrij solistisch aandeel. Het Nederlands Kamerkoor te gast eigenlijk in dit programma van het Koninklijk Concertgebouworkest. Het Nederlands Kamerkoor dat sinds dit jaar onder leiding staat van Peter Dijkstra. Die heeft ook het motet en de cantate ingestudeerd. En Daniel Harding heeft vandaag de algehele leiding over het concert. Vandaag inmiddels is bij mij aangeschoven Karen van der Poel. Sinds 19 jaar lid al van het Nederlands Kamerkoor. En daarnaast ook docent zang aan het Conservatorium in Utrecht. Hartelijk welkom. Dankjewel. Twee werken achter elkaar, cantate en motet. Ja. Is dat leuk repertoire voor jullie om te zingen? Ja, dat is fantastisch repertoire voor ons. Wij vinden dat allemaal een feest gewoon, altijd. Sowieso de motet hebben we heel veel gedaan. We hebben ook opnames gemaakt, natuurlijk cd-opnames. Een paar jaar geleden nog een hele nieuwe serie. Ja, maar we doen ze ook gewoon sowieso veel in concerten. Dus het is wel voor ons redelijk standaard repertoire. Maar ook waar we altijd ontzettend veel plezier aan beleven. En maakt het dan heel erg verschil dat er dan nu opeens een andere dirigent voor staat? Tuurlijk, een dirigent mag altijd zijn eigen stempel daarop drukken. En dat is altijd weer een spannende gebeurtenis van wat zal hij er nu weer mee gaan doen. Maar ik moet zeggen, met Daniel Harding was het wel heel erg leuk werken. Hij heeft toch echt zijn eigen idee over. Heel duidelijke ideeën en interpretatie. Wat weer een totaal ander licht werpt op de zaak. Dus dat voorkomt ook dat je routineus te werk gaat in zo'n motet. Ja. Had dat ook betrekking tot jouw solistische aandeel? Dat was trouwens heel, heel bescheiden in de terzet en de cantate. Ja, je moet opletten om dat te weten. Dat is trouwens dat gedeelte ook waar die hele ingewikkelde fagotpartij ja. Zit. Ja. Ja, precies. Hebben jullie daar nog speciaal op geoefend? Nou, we hebben daar heel kort eventjes een apart repetitietje voor gehad. Maar dat was meer het samenspel met al die continua instrumenten die al die snelle noten moesten spelen. Ik denk dat het voor hun spannender was dan voor ons, eerlijk gezegd. Ja, precies. Ja, dat was zo grappig. Ik sprak Judith van Wanrooy voorafgaand. Die zat in de artiestenfoyer. En ik zeg, god, je maakt je debuut met een fantastische aria. Nou zegt ze, het wordt meer de minuut van Jut. Van... Ja. Na een minuut is het weer over. Ja, dat klopt. En zo gold het eigenlijk voor jullie aan de loop. Maar ja, goed, dat was ook zo, ja. Je moet er wel wezen. Ja.